We staan hier bij de ingang van de Tweesprong in Oosterhout. Een wooncomplex, mag ik het zo noemen? Ja, absoluut. Een wooncomplex. Ja. Wat is er bijzonder hier aan de Tweesprong? Er zijn toch meer appartementencomplexen voor ouderen? Dat klopt. Er zijn appartementencomplexen, gewoon SEC-appartementencomplexen. Er zijn ook appartementencomplexen voor ouderen. Maar dan is het heel vaak op de ouderwetse manier kleine woningen, kleine woonkamer, één slaapkamer. Wat je hier ziet zijn 55 volwaardige, allemaal verschillende appartementen in verschillende groottes. Maar wel de saamhorigheid die je hebt door met elkaar in een complex te wonen. Samen gebeuren is hier heel belangrijk, hè? Ja, dat klopt. Wij willen echt de mensen de gelegenheid bieden om samen dingen te ondernemen. Natuurlijk kunnen wij als Elisabeth allerlei dingen voor ze verzorgen. Wij kunnen maaltijden regelen, wij kunnen gezelligheid regelen. Wij kunnen van alles regelen, maar het meest leuke is als mensen onderling met elkaar initiatieven gaan ontplooien, zoals samen koken. Maar het kan ook bridge zijn en het kan samen handwerken zijn of andere zaken. Ja. Zijn er al veel appartementen verhuurd? Bijna de helft is nu verhuurd. En dat is vanaf dat februari open is dat in ieder geval een heel mooi resultaat. Ja. En we gaan zeker de komende tijd nog heel veel insteken op die mensen die zeggen ik vind het heel mooi. Maar ik ben mijn huis nog aan het verkopen of wat dan ook. En we zullen zeker met wat ludieke acties mensen over de streep gaan trekken. Wat voor huurprijzen moeten we hier aan denken? Ja, dat is een beetje variërend. Er is een hele groep woningen en die zijn voor mensen geschikt met huurtoeslag. Mm-hmm. Die zijn allemaal verhuurd. Ja, die waren echt zo weg. En de verdere prijs die begint vanaf €800 tot onze grootste woningen €1400. Ja. Maar zoals ik zeg, en ik verklap het nog niet, we zijn bezig om daar zeker nog ludieke acties op te doen. En dan zul je zien dat er heel snel nog mensen reageren. Ja. Wat ik uniek vind, ik kende het niet, maar ik zit niet zo in de bouwwereld, is dat de bewoners eigenlijk een ruimte hebben gehad die ze samen mogen invullen. Ja, we hebben één appartement opgegeven. Het was oorspronkelijk een gebouw met 56 appartementen. Wij hebben als Elisabeth ervoor gekozen één appartement helemaal te besteden aan gemeenschapszin. Ja. En dat is best heel bijzonder. En mensen mogen het zelf inrichten? Absoluut, ze doen het in een werkgroep. Zijn ze samen met elkaar naar Vervoort geweest en onder het genot van een drankje hebben ze allerlei mooie stoffen en stoelen uitgezocht. En zo wordt de tuin, ook door een andere werkgroep, helemaal aangekleed. Kijkt u aan tegen de Tweesprong? Is het een aanwinst voor Oosterhout? Ja, vind ik wel. Het is voor ons een historische plek. Hè? Voor veel Oosterhouters is de Dia, daar stond eerst de leerfabriek, is sowieso qua plek wel bijzonder. En tussen twee bijzondere wijken in, de Bestert en de Veurij. En ik denk dat het een mooie aanvulling is in het voorzieningenniveau van Oosterhout. Ja, wat voegt de Tweesprong specifiek toe? Ja, een nieuwe serviceflat, die hebben natuurlijk wel meer. Maar ik denk dat het goed is dat je een flat hebt, een complex hebt waar je kunt wonen, maar waar je ook diensten kunt inkopen als dat nodig gaat zijn. Ja. Nou, dat past gewoon heel erg in het beleid waarmee we bezig zijn om te kijken wat kun je zelf. En pas als het echt niet anders gaat, dan moet daar zorg geleverd worden door bijvoorbeeld gemeenten. Dus ik denk dat het een mooie schakel is in het geheel van helemaal alleen in een woning wonen tot en met een verzorgingshuis waar je misschien wel helemaal niet meer naartoe hoeft als je hier woont. Een trotse Peter Smittena, denk ik. Nou, ik denk dat hier in Oosterhout weer een heel bijzonder complex staat. Wat een aanvulling is voor seniorenhuisvesting in Oosterhout. Ja, wat maakt dit complex bijzonder? Dat het een complex van de bewoners zelf is. Waar wij gast zijn en de bewoners wonen. De bewoners creëren hier, hebben een mooie woning, creëren hier een fijne samenleving. Dat heb ik al van een hele hoop nieuwe huurders gehoord. En wij helpen hen alleen een beetje erin. Maar zij zijn het die het doen. Ja, er zijn bijzondere dingen. Jullie hebben eigenlijk een appartement weggestreept, zeg maar. En er is een ruimte voor bewoners gekomen. Ja, er zijn hier 55 appartementen. Hele schitterende appartementen. Waar de mensen lekker zelf wonen, zelf een huis hebben. En daarnaast is er een ruimte waar men elkaar kan ontmoeten. Die men zelf nu inricht. Het plan is klaar, heb ik begrepen. Dus de interieurinrichter gaat beginnen. Dat hebben ze zelf gemaakt. En waar ze letterlijk met elkaar een gemeenschap kunnen zijn. Ja. Mogen hier ook jongeren gaan wonen of is het echt heel specifiek op ouderen gericht? Iedereen die zich thuis voelt, mag hier wonen. Dat vind ik, leeftijd is nooit zo'n criterium. Hè? Het is natuurlijk gebouwd dat je hier je hele leven lekker oud kunt worden.
Hè? Want we hebben de woningen zo ingericht dat alles drempelloos is. Grote badkamers en noem alles maar op. Maar ja, iedereen die zich thuis voelt is welkom. Het zijn gewoon huurwoningen. Ja. Is Elisabeth nu ineens een woningbouwvereniging geworden? Of mag ik het zo niet stellen? Nee, zo mag je het niet stellen. We zijn beslist geen woningbouwvereniging. Want dan... Ja, dan doen we wat anders dan in onze statuten staat, in onze doelstellingen staan. Nee, we creëren wel omgevingen, wonen, waar mensen die doorgaans toch wel senioren zijn, prettig kunnen leven. En dat is een aanvulling op eigenlijk wat we altijd al hebben gedaan. Want vergeet niet, 40 jaar geleden ging men nog wonen in een verzorgingshuis, hè? Ja. En nu creëren we ook gewoon woningen waar mensen, omdat ze... dat graag willen gegeven, hun leeftijd of omstandigheden zelfstandig willen wonen en daar een stukje ondersteuning komen. Maar zo was 40 jaar geleden het verzorgingshuis ook. Ja. Oosterhout, hoe komt de Stichting Elisabeth ineens in Oosterhout terecht? Nou, dat is natuurlijk door de samenwerking met Green Real Estate gekomen, die ons geholpen heeft met de financiering van het project in de, aan de Leuvenaarstraat, hè, Elisabeth Centrum. En die hadden toen deze grond gekocht, dit pand gekocht, die stond de oude leerfabriek. En ze waren eigenlijk gecharmeerd van het idee, zoals wij aan de Leuvenaarstraat bezig waren, ook met de 140 woningen die daar staan, om ook zoiets in Oosterhout te realiseren. En hebben toen in de totale afspraken die we met elkaar gemaakt hebben, het plan Oosterhout meegenomen. Ja. Als mensen hier zorg nodig hebben, krijgen ze zorg van Elisabeth? Gaat er vanuit het centrum een autootje rijden naar Oosterhout? Nee, dat moet je beslist niet doen. Oosterhout is Oosterhout, hè? Laat het gewoon maar heel simpel zijn. Wij regelen het wel. Wij zorgen dat de zorg geleverd kan worden. Wij zorgen dat de kwaliteit ook geleverd kan worden waar Elisabeth voor staat. Wij zorgen desnoods dat er een, als iemand dat nodig heeft, zijn hond uitgelaten kan worden. We zijn een soort regisseur, makelaar, kan je zeggen, verbindingspersoon. Maar wij laten het zoveel mogelijk door Oosterhoutse organisaties en partijen doen. Want dat is goed voor Oosterhout. Ja. Als we hier over een jaar weer staan, wat hoop je dan dat er gebeurd is? Dat het hele complex bijna helemaal bewoond is. Hè? We zitten nu rond de 40-50%. Dus dat, en dat er inderdaad, wat ik net zei, de bewoners natuurlijk lekker hun privacy hebben, hun eigen huis hebben, maar elkaar ook dusdanig ontmoeten, leren kennen, dat ze met elkaar ook een gemeenschap zijn die op elkaar kan terugvallen, zodat ze de zorgverlener, die wij ook natuurlijk zijn, minimaal nodig hebben. Want je moet het primair zelf doen, met je eigen buren en je vrienden en je relaties. Staan wij hier in de oudere zorg van de toekomst, zoals het kabinet het graag ziet? Ja, het past helemaal in de filosofie van... Doe het zelf. Kijk hoe ver je zelf kunt komen. Hè? En of dat dan soms budgetair, rijksbudgetair gedreven wordt, is natuurlijk wat anders. Want soms wordt dat ook wel misbruikt, hè, dat principe, laat ik dat ook zeggen. Maar hier is wel inderdaad van, als je oud bent, ben je niet hulpeloos. Niks meer hulpeloos, dat is het goede woord, dat je niks meer kunt. Nee, dan kan je heel veel zelf. Die mevrouw die ons welkom heette als bewoonster, heeft dat ook gewoon gezegd. En gebruik je eigen kracht die je hebt, ook als je senior bent. En nou ja, dus als je het zo wil zeggen, is dit inderdaad hoe ouderen nu, maar ook straks wonen.